Sommige zaken zie je beter vanuit de lucht. Daarom laten we onze vliegende reporter los om op zoek te gaan naar boeiende verhalen. Deze week blijft hij hangen in Roeselare. Zoria, zijn er? Dankjewel, Aditje. Voilà. Salut. Hada. Dus ik heb nu juist Rhea Bien afgezet. En dat is onze favoriete zangeres. Want het is wel een speciale zangeres, vind ik toch. Die kan zo 2 uren aan een stuk zingen zonder iets te drinken. Dat vele artiesten niet kunnen. Dus en hier zit ze dan, Rhea Bien, onze zangeres. En als we ergens toekomen, dan kunnen we de wagen verduisteren, zodat ze meer privacy heeft als er fans naar de wagen komen. Dus we kunnen dat hier dicht trekken. Volledig toe. Ja, als ze nu een foto willen nemen, dan is het allemaal zwart. Voilà. Er is hier ook een blauw lichtje voorzien. Omdat ik altijd hoor vertellen dat een blauw licht een beetje ontstressend is. Ik probeer te helpen waar ik kan. Hè. We zitten veel op de baan. We hebben overlast naar Brugge moeten rijden. Dus we zitten een beetje hand over Hans België. Hè. Hans België, ja. Hemd, noem maar op. Doordat we samen veel tijd doorbrengen in de wagen, zijn we goede vrienden geworden. Ik wil er zijn voor haar, dus als ze mij nodig hebben, bellen ze en dan kom ik. Het zit een opening in. Shit. We zijn een beetje een repetitie aan het houden. Een keer een setting doen. Een keer proberen een setting te doen voor de belichting op de show. Ik ben de man. Ik doe de boeking. Ik pak al de telefoons op. Ben technieker voor haar. Hey. Voor ons is dat tof voor elkaar samen te werken, omdat we heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Hey, bijvoorbeeld, allee, het is in die herrock ziek wordt, zeg ik echt toen, oh, I love rock and roll. I love rock and roll. Take another time in the jukebox, baby. Ja, of een Nederlands liedje bijvoorbeeld, met een ambiance, ik ga leven bijvoorbeeld. Let me look me too in alles wat ik doe. Ja, ik ga leven. Of zelfs in Spaans. In Spaans, hé. Ritmo Caliente bijvoorbeeld. El Ritmo Caliente. Ja, ja. Dat is dus Lea, hé, ja. Leven in jukebox, hé. Ze doet van alles, hè. En ook de meesten wat vrouwen, ja. Ze doet dat, hé, ja. Dus dat is ongelooflijk, hé. Ja. Dat is gisteren, ja. Dat is gisteren. Wat dan ook, hé, natuurlijk, dat er veel mensen zijn die vragen. Allee, geen tijd of geen dat niet van haar. En hebben we er veel dingen dat we gemaakt in. Omdat de meesten dat achter vragen en ze zijn daar content mee. En ze zijn daar gelukkig mee. Bijvoorbeeld Schalke, zoals aan het optreden is, bijvoorbeeld. Hé, met haar naam, dat de meesten zo kunnen staan zwieren. We hebben dat natuurlijk gemaakt, recto verso. En met het feit dat ze dat Schalke aan hebben. Dat ze haar aanzicht te zien natuurlijk. Ik ga er mijn hand niet op leggen. Hé, like bijvoorbeeld, wat er ook vrij gevraagd is. Briquet is bijvoorbeeld, mensen zeggen, een briquet met haar naam. Poms, wij hebben dat, ja. Hey, dus dat doen we ook. We hebben dan ook onze eigen parfum. Ik heb daarvoor zelfs speciaal naar Frankrijk geweest, naar Parijs, voor dat te doen maken. Alles dat je maar kunt pijzen, ja, doen we er, ja, voor de meesten content te staan. Ready? Ja. Heb mijn hazen.